VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi zegt dat de overheid snel moet ingrijpen in Nikeri om erger te voorkomen. Vooral als het gaat om de situatie die is ontstaan als gevolg van de rattenplaag. De politicus merkt op dat de ratten daadwerkelijk in grote getallen zijn bestreden, maar dat de productiesector een enorme schade heeft geleden. Ook moeten de dammen en polders zo gauw als mogelijk worden verschoond, omdat de dieren zich daar het meest schuilhouden. Wanneer u op de dammen rijdt en links en rechts kijkt, gaat het lijken alsof alle paddy groen is, alles heel is en niks gebeurt daar. Maar wanneer u kijkt vanuit de lucht en in het veld gaat, dan ziet u grote plekken waar aangevreten is. Dit is gevaarlijk voor de gezondheidszorg, maar dit is ook gevaarlijk voor de continuering van het productieproces. En wanneer nu al 10%, 15% is aangevreten en die paddy blijft nog 70 dagen, 80 dagen in het veld, kan het gebeuren dat we heel weinig gaan oogsten. Dat betekent dat onze volksvoedselproductie in gevaar kan komen, volume die we nodig hebben, maar ook onze export in gevaar kan komen. En een belangrijk aspect dat we niet uit het oog moeten verliezen is wanneer boeren veel schade gaan leiden en niet uit de kosten kunnen komen, betekent dus dat de volgende seizoen niet ingezet kan worden. We hebben gezien in Henaar bijvoorbeeld, waar mensen de vorige oogst niet hebben kunnen afoogsten. Waar arealen van 200 hectare, 70 hectare en 80 hectare zo liggen, omdat de Alatayan Allah. Nou, die boeren hebben niet meer geploegd, de Manawamoni. Als dat weer gebeurt, gaan meer boeren niet inzaaien. Jogi zegt dat hij al 3 keren naar Nikeri is geweest sinds de rattenplaag ter sprake kwam. De belanghebbende instanties moeten zich niet alleen richten op het bestrijden van de plaag, omdat er meer zaken spelen dan hygiëne. Ik denk dat we enorm ernstig aandacht van die regering vragen om serieus te kijken naar dit ding. En zeker wat middelen ter beschikking stellen, al is het vanuit het NOVA-fonds, dat boeren een beetje snel met minder romslomp kunnen lenen. Je noemt het maar gratis money. Laat ze lenen, laat ze die verantwoordelijkheid hebben, maar maak het mogelijk dat ze snel kunnen lenen en snel hun activiteiten kunnen oppakken. Anders wordt dit een probleem. Ik wil niet praten over een ramp, het wordt een ernstig probleem. Toch? Onze voedselvoorziening kan in gevaar komen. De mensen kunnen, veel mensen gaan over de kop. U moet weten dat een heleboel boeren leningen hebben lopen bij de banken. En ik sprak met een boer die 500 hectare inzaait. En ik zeg maar, jij bent toch groot en jij hebt toch geen probleem, je hebt toch genoeg geld. Hij zegt, meneer Jogi, 1 hectare in cultuur brengen, inzaaien vanaf ploegen tot oogsten, kost mij 30.000 SRD. Dan moet ik zoveel miljoen hebben om dat te kunnen doen. En dat heb ik niet in mijn zak. Ik moet gaan lenen. Maar als ik leen, betaal ik rente. En als ik mijn paddy heb verkocht, ben ik afhankelijk van de opkoper. Die betaalt mij wanneer die wil. Maar mijn rente loopt door. Jogi zegt dat boeren veel moeten klaarspelen met leningen. De algemene stelling is dat boeren over kapitaal beschikken en zij gemakkelijk zaken gedaan kunnen krijgen. Er is nu ook een dambreuk bij het Surinamekanaal die hersteld moet worden. De ondernemers hebben Jogi aangegeven dat als er niet snel wordt ingegrepen, hun arealen onder water kunnen komen te liggen. De parlementariër zegt dat hij al toezegging heeft gekregen van de minister van Openbare Werken dat er hieraan gewerkt zal worden.